Ja, vanuit TEDx Amsterdam Women in het Amsterdamse Van Gogh Museum praat ik nu met Fatima Koning. Welkom. Ze is Sales Director Telesales en Director Marketing bij de Telefoongids. Dat is ook zo'n hele mond vol. Een Telefoongids is een van de partners van TEDx Amsterdam Women. Fatima Koning is een succesvolle topmanager die naast haar carrière ook tijd heeft voor haar dochtertje van 8 maanden. Mevrouw Koning, welkom. Dankjewel. Dochtertje van 8 maanden, dat is een zware tijd, weet ik zelf nog. Mijn dochtertje is nu 3 en die sliep pas door toen ze 1,5 was. Nou, gaat het een beetje? Uitstekend, kan ik je vertellen. Oh, volgens mij is het ook een kwestie van aanleren en discipline. Ja. En dat hebben we heel vroeg gedaan, vanaf de 2e maand. Ja, super. Dus we slapen eigenlijk vanaf dat ze 2 maanden is heel erg goed. Ja, dat is wel bijzonder, hè, dat je echt een topvrouw bent, maar ook een gezinsleven ernaast hebt. Hoe gaat die combinatie? Heel erg goed. Volgens mij draait het om een aantal hele simpele zaken. Eén daarvan is organisatietalent. Als je dat op de zaak bent, dan is dat ook heel fijn als je dat ook mee kan nemen naar je privé situatie uiteraard. En het andere is gewoon balans en prioriteiten stellen. En dat betekent daadwerkelijk continu bezig zijn met wat moet ik doen, wat moet ik goed doen en welke dingen moet ik dus gewoon even weglaten omdat er andere dingen meer prioriteit hebben. Ja, inderdaad. Je moet gewoon bepalen wat belangrijk is en daar je leven op inrichten. Ik vind het wel altijd opvallend dat het altijd aan vrouwen wordt gevraagd van hoe combineer je dat gezinsleven met je topbaan? Terwijl die vaders die hoeven zich helemaal niet te verantwoorden of die hoeven dat niet uit te leggen. Ja, dat vind ik ook nog steeds een heel apart fenomeen, moet ik je eerlijk zeggen. Maar als je kijkt naar de diversiteit binnen het bedrijfsleven, dan is het nog steeds een heel klein groepje vrouwen wat in principe de beide uitdagingen aangaan. Mm-hmm. En het lijkt bijna vanzelfsprekend. Dat is wel erg jammer. Ja. Dat het voor onze mannelijke collega's niet aan de orde is. Ja, maar misschien is dat wel aan het veranderen. Ja. Laten we dat hopen. Kunnen we aanwakkeren. Hoe zit dat bij de Telefoongids? Want je bent een van de vrouwen in de top. Zijn er meer? Ja, gelukkig wel. Ik heb een aantal vrouwelijke collega's in het senior management en daar ben ik erg blij mee. Nog steeds met te weinig, maar goed, dat vind ik persoonlijk. Dus, hoeveel zijn het er dan? Of qua verhouding? We hebben ongeveer 45% van onze totale populatie is een vrouw. Dus dat is hartstikke goed. Dat zou je dat ook in de top moeten hebben, toch? Uiteraard. Nou, daar streven we met z'n allen naar. En dat is een goed streven. We zijn met z'n allen bezig om ervoor te zorgen dat we veel meer vrouwelijk talent ook in het management en het senior management krijgen. En hoe is dat binnen het bedrijf? Ik geloof dat het landelijk iets van 8% is maar of zo vrouwen in de top. Is dat bij jullie ook zo? Ik denk dat het ook in dezelfde verhoudingen zit. Ja. Oké. Okay. Nou, wat dat betreft is er dan nog winst te boeken natuurlijk. Absoluut. Hoe onderscheid je je nou als vrouw in je aanpak? Want ik neem aan dat vooral de sales, volgens mij zijn vrouwen daar beter in dan mannen. Ja, dat geloof ik best sterker nog. Dat zullen mijn mannelijke collega's mij niet in dank afnemen. Maar ik weet het wel zeker dat dat zo toch is. Niet. Ik denk de persoonlijke aandacht is een hele belangrijke. Wij zijn prima in staat om te schakelen tussen de rechter hersenhelft en de linker hersenhelft. En dat gaat soepel. En dat betekent simpelweg dat we schakelen tussen de inhoud, de feitelijke zaken en tussen het gevoel. En sales is nou eenmaal gevoel en emotie. Dus dat is heel erg belangrijk. Persoonlijke aandacht. Wij hebben gevoel als vrouwen denk ik toch intuïtief om de juiste mensen om ons heen te verzamelen, teams te kunnen bouwen. In sales draait het inderdaad om de beste team. Ja, en dat je goed met iemand kunt levelen. Exact. Hè? Dat je iemand aanvoelt. Ook. Absoluut. Ja. En het derde, denk ik, waar we heel goed in uitblinken als vrouwen in sales, is dat we dus echt doorzetters zijn. Weet je, wij rusten nooit tot echt het resultaat geboekt is. Ja. Nee, dat is zo inderdaad. Heb jij nog een tip voor vrouwen die denken van, dat wil ik ook zo'n topfunctie, ik ga ervoor. Hoe maak je die combinatie? Ik denk het belangrijkste tip is be yourself. Blijf jezelf, blijf dicht bij jezelf. Ongeacht hoe de druk is of hoe de omgeving erop reageert. Als je bij jezelf dicht blijft, dan heb je makkelijker de acceptatie van je omgeving dan dat je dus een rol gaat spelen. En blijf authentiek in alles wat je doet. Oké, dat is mooi. En tot nu toe, wat vind je ervan vandaag? Ongelooflijk inspirerend. Ja, hè? Echt, absoluut. Mooie verhalen ontzettend van vrouwen. Mooie vrouw, ontzettend mooie verhalen. Ja. Welk verhaal neem je echt mee? Marieke de Lanne, dat heeft mij het meest geraakt. Waarschijnlijk ook omdat ik ook net moeder ben. Mm-hmm. En dat ging over de kinderen in Afrika en de straatkinderen met name. Ja. Dus dat neem ik echt heel erg mee. Dat kwwam heel erg binnen. Ja, ik zat zelf ook met tranen in mijn ogen. Ja. En ik dacht, ben ik niet de enige, maar dat was gelukkig Nee, je was niet alleen. Nee, Fatima Koning, dankjewel. Alsjeblieft.